Let op, deze video wordt awesome. Vind jij dit een leuke video? En heb jij 10 vingers? Klik dan op het groene duimpje. Dankjewel. Yo gasten, vandaag is het een hele goede dag allemaal. Arjen hier en vandaag weer een nieuwe dinsdag. Dat betekent weer een nieuwe feitenvideo. En natuurlijk nieuwe Call of Duty op de achtergrond. Vandaag heb ik 2 gameplays voor jullie, allebei op Modern Warfare 3. En in allebei de gameplays ga ik flawless. Dus 36 en 26 om 0. En ik ga dus geen één keer dood in deze 2 gameplays. En dat is best wel lekker. Allebei de gameplays zijn met de MP7. En allebei de keren haal ik een MOAB. De eerste keer is op Arcaden Team Deathmatch. En de tweede keer is op Bootleg Team Deathmatch. Allebei dus wel lekkere potjes. In de eerste gameplay ging volgens mij mijn MOAB net niet af aan het einde, omdat mijn teammates net te veel kills maakten aan het einde. Maar ik heb in ieder geval wel de MOAB gehaald. En in de tweede gameplay gaat hij wel af. En bij elkaar dus 26 om 0 en 36 om 0. Dus jongens, geniet daarvan op de achtergrond. En vandaag ga ik het eindelijk weer hebben over vreemde wereldrecords. Want heel veel mensen die vroegen erom de afgelopen weken weer vreemde wereldrecords. Dus ik ben weer in de vreemdste wereldrecords ooit gedoken. En ik ben op zoek gegaan en ik heb het weer gevonden. Dit zijn geen feiten die ik al eens heb opgenoemd. Dit zijn totaal nieuwe feiten. En daarvan kunnen jullie dus vandaag van genieten. Jongens, ga er gewoon van genieten zou ik zeggen. En ga er lekker voor zitten. En ga lekker jullie gedachten laten verbazen door mij. Jongens, ik ga er gelijk maar mee beginnen. En het allereerste wereldrecord is de langste val die overleefd is zonder parachute. En dat was op 26 januari 1972, gehaald door Vesna Vulovic. Een stewardess uit Joegoslavië, zoiets dacht ik al. Joegoslavië, Rusland of zo, iets van zo'n land. Want dat hoor je al aan de naam, Vesna Vulovic. Dat hoor je gewoon al aan de naam. Maar dat was op 26 januari 1972... En zij overleefde een val van een recordhoogte van 10,16 kilometer. En zij was natuurlijk stewardess, zoals ik net al zei. Tenminste, ik denk dat ik het gezegd had. En de DC-9 waarin ze reisde boven Srpska Kamenice in... Ja, what the fuck? Srpska Kamenice. Oké, wat een naam. Srpska... Ik kan het niet eens uitspreken, man. Srpska Kamenice in Tsjechoslowakije. Oké, dat is goed uitgesproken. Maar haar DC-9 waarin ze vloog, want ze was stewardess natuurlijk, waarin ze vloog, die explodeerde in de lucht. En 27 passagiers aan boord, die kwamen om en zij heeft de val overleefd. Ik weet niet hoe ze het overleefd heeft, of ze in het water landde of gewoon echt gewoon geluk had of zo, dat ze ergens aan bleef hangen of zo, dat ze net niet dood viel. Maar in ieder geval, ze heeft de val overleefd en dat is dus ja, de hoogste record, tenminste de hoogste val ja, van recordhoogte. En dat er soms grote dieren in de wereld leven, dat is wel bekend. Maar de grootste kwal is een haarkwal. En die is in 1870 aangespoeld in de baai van Massachusetts. In Amerika is dat, of Canada, ik weet het niet eens. Massachusetts in ieder geval. En deze had een diameter van 2,28 meter. Maar dat is niet alles, want een diameter dat is maar een bepaald getal. Maar de tentakels waren in totaal 36,5 meter lang. 36,5 meter. Een kwal. Holy shit. Die zal je maar tegenkomen. Diameter van 2,28 meter. Oké, dat is wel fucking huge. Maar in ieder geval, als je dat tegenkomt, dan denk je van oké, dat is motherfucking huge. Maar als je dan de tentakels ziet van 36,5 meter lang. Ja, dan denk je wel helemaal van what the motherfucking fuck. What the actual fuck. 36,5 meter. Holy shit. Maar sommige mensen hebben ook bepaalde sterke lichaamsdelen. En de sterkste oren zijn van Dimitri Kinklatse uit Georgië. En die tilde 48 kilo met zijn oren. Met zijn oren, jawel. En een gewicht van 32 kilo, die hing aan zijn linkeroor. En een gewicht van 16 kilo aan zijn rechteroor. En hij hield dat 10 minuten lang vol. En ik weet alleen niet waarom hij dat zo vreemd heeft verdeeld. 32 kilo links, 16 kilo rechts. Dan zou je denken dat hij helemaal scheef gaat hangen. Maar in ieder geval, hij heeft het overleefd. En natuurlijk heeft hij het overleefd. Maar dat is een wereldrecord. 48 kilo in totaal aan zijn beide oren. En dit hield hij dus 10 minuten vol. Maar er is ook een wereldrecord voor arm opsteken. En ik kan dit niet begrijpen, maar kennelijk was er een man, Amar Bharti uit India. En die zegt in ieder geval dat hij al 26 jaar zijn rechterarm omhoog heeft gestoken. En dat is een gebaar aan de hindoegod Shiva. En ik zou niet weten waarom hij dat zou doen, maar kennelijk had hij dus een reden ervoor. Want in 1973 besloot hij zijn rechterarm 90 graden in de lucht te steken. Zijn vingers zijn inmiddels verschrompeld in de palm van zijn hand. En zijn knokkels zijn wit doordat ze deels zijn weggerold. En zijn lange nagels zijn scheef gegroeid. Maar hij beweert dus al dat hij 26 jaar zijn rechterarm omhoog gestoken heeft. En ik snap niet waarom hij dat ooit zou willen doen. En het ziet er ook niet uit. Maar in ieder geval, hij doet het.
En kennelijk vindt hij dat een reden hebben. Maar goed, hij mag doen wat hij wil. Ik ga er niet over zeiken. Eigenlijk doe ik dat nu wel. Maar ik zou het niet begrijpen. Maar sommige items die zijn natuurlijk ook enorm waardevol. En de waardevolste honkbal, dat is een honkbal die in september 1998 door Mark McGuire was weggeslagen. Deze werd in 1999 in januari bij een veiling in New York voor ruim $3 miljoen verkocht door een anonieme bieder. Maar de slag met deze bal leverde McGuire zijn 70ste home run van het seizoen op. En dat was een wereldrecord in die tijd ook. En de bal die werd in ieder geval opgepakt door een fan en die zei dat hij de opbrengst aan een goed doel zou schenken. Nou, je weet niet of dat zo is. Je zou niet weten of dat hij daadwerkelijk aan een goed doel heeft geschonken. Ik denk heus niet alles. Hij zal heus wel lekker wat voor zichzelf hebben gehouden. Misschien heeft hij het ook wel allemaal aan een goed doel gegeven, maar dat weet je gewoon niet. Maar in ieder geval, dat is de meest waardevolle honkbal. Ruim $3.054.000. En jullie kennen het vast wel, het fenomeen van zoveel mogelijk rietjes in je mond steken. Sommige mensen die zijn er een kei in. En dan is er natuurlijk daarvoor ook een wereldrecord. De meeste rietjes in je mond. En dat is van Jim de Mond Burel uit Whittier, Californië van de Verenigde Staten. En hij propte 151 gewone limonaderietjes in zijn mond tijdens de televisieshow van Guinness World Records, Primetime, op 11 augustus in 1998. En dat zijn gewoon 151 limonaderietjes die hij gewoon even in zijn bek steekt. Wat een grote bek moet je dan hebben. Echt een gigantische mond om eventjes 151 van die dingen in je mond te willen steken. Ik zou er niet aan moeten denken om dat überhaupt te gaan proberen, want je hele mond zal waarschijnlijk uitrekken of zo. En het zal best wel wat pijn doen als je er steeds meer gaat bijproppen. Maar kennelijk heeft hij dus ook zijn redenen voor gehad en hij is daarmee in het wereldrecordboek gekomen. En sommige mensen die hebben van zichzelf een lage lichaamstemperatuur, maar soms dan wordt het niet echt met opzet gedaan. Maar in ieder geval soms dan gebeurt het per ongeluk dat iemand een hele lage temperatuur krijgt in zijn lichaam. En de laagste officieel opgemeten lichaamstemperatuur was 14,2 graden. En dat was bij een tweejarige Carly Kosolowski. Die komt uit Canada en dat was op 23 februari 1994. Ze werd per ongeluk 6 uur lang buitengesloten bij een temperatuur van min 22 graden. Haar bevroren linkerbeen die moest geamputeerd worden, maar voor de rest herstelde ze gewoon volledig. Holy shit, 14,2 graden als lichaamstemperatuur. Holy shit. En dan zie je dus wel eens op tv-programma's of zo dat mensen gewoon eventjes in het water vallen en na 2 minuten al gewoon dood zijn omdat ze gewoon veel te koud tenminste, omdat het veel te koud was. Maar dat is de Beringzee. En dat is natuurlijk wel iets kouder, denk ik, dan min 22. Maar in ieder geval, min 22, dat is ook redelijk freaking koud. En om dan gewoon 6 uur buitengesloten te worden per ongeluk. En dan nog te overleven, holy shit, dat is best wel gelukkig eigenlijk. Maar natuurlijk bestaan er ook dikke mensen in de wereld. En de dikste man van de wereld, die was tot eind 2005 een man uit Mexico. En met een gewicht van 7 volwassen mannen lag hij al jaren op bed omdat hij zich niet meer kon bewegen. Maar hulp kwam in begin 2006. En dat was een Italiaanse arts en die durfde het aan om hem te opereren en op dieet te zetten. En ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen. Ik heb het toen nog op tv gezien in de tijd. En dat was best wel mooi om te zien in ieder geval, dat hij gewoon zo geholpen werd. Ik weet niet of hij hersteld is en zo en of hij helemaal is afgevallen. Maar in ieder geval, tot dan toe was hij de dikste man ter wereld met een gewicht van 7 volwassen mannen. Maar sommige mensen die doen gewoon bizarre dingen met hun lichaam, waardoor ze ook een wereldrecord neerzetten. Zo was het namelijk de naam Lucky Diamond Rich, de man met de meeste tatoeages. Hij heeft in ieder geval 1000 uren besteed aan het zetten van tatoeages. Hij is geboren in Nieuw-Zeeland en hij heeft dus 1000 uren besteed aan het zetten van tatoeages op zijn hele lichaam. En vrijwel 100% van zijn lichaam is getatoeëerd, ook zijn oogleden. En dan is er ook nog Elan Davidson uit Schotland en die heeft 720 piercings in haar lichaam, waarvan 192 in haar gezicht. En de vrouw met de langste haren, die is afkomstig uit China. En in 2004 was de lengte van haar zwarte haren 5,6 meter. Ze heeft haar haren vanaf haar 13e niet meer geknipt. Holy shit. What the motherfucking fuck. En dan nog Cathy Young uit de Verenigde Staten. Die heeft een middel van maar 38,1 centimeter. Holy shit, dat is ongeveer net zo groot als een gemiddelde pot mayonaise. 38,1 centimeter als middel. Dat is gewoon niet gezond. Dat is gewoon bizar. En ik vind eigenlijk dat daar geen wereldrecord voor gezet moet worden. Want dat is eigenlijk gewoon totaal niet gezond. Als je middel slechts 38 centimeter is, dat is echt gewoon niet gezond. Holy shit. Maar goed jongens, dit was het alweer. Laat even een groen duimpje achter als jullie ervan genoten hebben. En dan zeg ik jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ajus. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe feitenvideo. En natuurlijk weer nieuwe Call of Duty. En ik kan niet wachten op de nieuwe Call of Duty Ghost. Duurt nog een maandje, maar dan kan ik hem eindelijk spelen en eindelijk uploaden. Ik heb daar zoveel zin in. Maar goed jongens, dit was het. Laat eens even een groen duimpje achter. En in de reacties wat jullie ervan vonden. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.
En nieuws.